staan voor het gemeentehuis van de gemeente Oegstgeest, het raadhuis. En dat is 25 jaar gemeentehuis van onze gemeenschap. En dat vieren we. Dus het is in 1904 gebouwd als een soort Zwitsers sanatorium. In deze omgeving, rondom het gemeentehuis, zijn psychiatrische patiënten opgevangen. En ook hier was een kliniek voor psychiatrische patiënten. En dat is in de 80e jaren gestopt. En daarna is het aangekocht door de gemeente. En is in 1999 hier een gemeentehuis gevestigd. We hebben, om het van een sanatorium naar een gemeentehuis te maken, behoorlijk wat veranderd. De voorkant ziet er hetzelfde uit, maar eigenlijk is aan de achterkant van het gemeentehuis een hele nieuwe doos aangebouwd voor de keukens, voor de kamers. En daardoor is het een redelijk modern gemeentehuis geworden. Ja, dit is voor mij het mooiste deel van het gemeentehuis, met het daklicht wat echt helemaal door de hal beneden komt. Met het hek, dan zie je ook dat het een voormalig sanatorium was. Het licht was belangrijk, want mensen verbleven hier soms maanden. Dit was het enige licht wat ze zagen. En dat hek hier beneden, dat is natuurlijk wat hoger om te voorkomen dat mensen naar beneden sprongen. En uiteindelijk heeft hier in dit huis een net gehangen om natuurlijk te voorkomen dat mensen op een vervelende manier aan hun einde kwamen. Maar dit is echt een hele fraaie plek. Het is mooi om hier te werken. Ja, wat zien we hier? Nou, dit is natuurlijk best bijzonder. Voor de kenners, dit zijn de sleutels met de baarden. Leidse sleutels. Die hingen tot 1999 op dit gemeentehuis. Het is ooit, de psychiatrie is hier gestart vanuit de gemeente Leiden met de universiteit. Het gebouw was ook van Leiden. En de toenmalige burgemeester van Timmers heeft dit van het dak gehaald en heeft op het dak het gemeentewapen van Oegstgeest gezet. Maar deze staat nog steeds, praat een beetje zachtjes, op ons gemeentehuis op een hele verborgen plek. Hier zien we burgemeester Scheenstra. Onder zijn periode is dit gemeentehuis gesticht. Dat was een harde klus, een flinke klus. En het aardige is, hij woont nog steeds in Oegstgeest en hij is er ook bij, aanstaande vrijdag. En als we die kant op gaan, dan zien we de foto van mijn voorganger Els Timmers. En ook zij woont in Oegstgeest en zij is aanwezig aanstaande vrijdag. En vanaf 8 uur hebben we buiten in de tuin voor het gemeentehuis echt een muziekfestijn waar alle inwoners welkom zijn. Of je nou oud-burgemeester bent of gewoon buurtgenoot. Tot dan!